altijd al je merk willen verbinden met een jonger publiek? Met deze tips haal je het maximale uit TikTok voor jouw bedrijf. Welkom bij Clipjesfabriek Academy. Hier leren we jou alle ins en outs over de skills die wij als media professionals geleerd hebben in de praktijk. TikTok, het onmisbare platform voor influencers en bedrijven die meer naamsbekendheid willen creëren. Maar ik hoor je al denken, wat voor content moet ik nou precies maken? Ik geef jou drie manieren. Optie 1. Ontwikkel een shortform format. Een format bestaat uit onderdelen die elke video terugkeren. Door een format ontwikkel je herkenbaarheid en consistentie. Neem bijvoorbeeld een nieuwe bibliotheek in Almere. Voor hen hebben wij het format Raad het Boek ontwikkeld. Door de interactie met het publiek, de actualiteit en inhoud die aansluit bij de bibliotheek, werkt dit format enorm goed. Wees vooral gewoon heel creatief. Optie 2. Trends. Wil je bijvoorbeeld meegaan met de trends, dan moet je zorgen dat je up-to-date bent. Als je een trend ziet of hoort, of als je denkt dat er een kan worden, maak dan zo snel mogelijk de video. De meeste trends vliegen namelijk voorbij voordat ze überhaupt begonnen zijn. En vergeet hier niet je eigen draai aan te geven. Optie 3. Actualiteit. Actualiteit is belangrijk. Zo kun je video's maken die relevant zijn. Je gaat toch niet praten over de lekkerste winterrecepten in de zomer? Speel je erbij in op de actualiteit die te maken hebben met jouw bedrijf. Ben je bijvoorbeeld een docent burgerschap? Speel dan in op de verkiezingen. Komt er iets in het nieuws wat voor jouw bedrijf of instelling relevant is? Speel je erop in. Let hierbij op actuele hashtags. Wat is nu interessant en populair? En nu je weet wat voor content je gaat maken, zijn hier nog een paar handige tips zodat je TikToks daadwerkelijk worden bekeken. Start met een pakkende opening om de aandacht van de jongeren erbij te houden. Creëer interactie met je kijker, want meer interactie is meer engagement, wat betekent meer views. TikTok is een platform dat draait om authenticiteit. Zorg ervoor dat de content die je deelt de persoonlijkheid van je merk weerspiegelt. En als laatste nog even dit. Houd rekening met het verticale formaat van TikTok. Dus vergeet er niet aan te denken tijdens het filmen. Meer leren over de mediawereld? Vergeet je dan niet te abonneren. Doei!